sta eigenlijk in muziek als een iemand die muziek met de paplepel heeft ingegoten gekregen. En niet meteen met jazz, eigenlijk meer met klassiek in eerste instantie. En uiteindelijk via het zelf aan de piano zitten en die piano leren te begrijpen en muziek leren te begrijpen, uiteindelijk bij jazz uitkomend. En door die beide invloeden sta ik heel erg in muziek als een soort totaal plaatje, waarbij ik altijd heb het gevoel dat alle invloeden die ik ook nu nog krijg, gewoon daarbinnen terechtkomen. Ook invloeden die ik nog niet weet in te passen. In eerste instantie ligt mijn passie bij het componeren van muziek. Maar dat brengt wel met zich mee dat je het ook wil communiceren. En dat is ook wel een ontdekkingsreis nog steeds voor mij. Hoe wil ik mijn composities en muziek communiceren en overbrengen? Dat is natuurlijk enerzijds gewoon in de vorm van uitvoering voor publiek, maar ook in educatie is daar heel veel interessant in te vinden. En uiteindelijk mengt dat gewoon heel erg sterk met elkaar. De rol als instrumentalist is bij mij altijd vrij klein en dient veel het schrijven. Het is wel ook iets wat natuurlijk eigenlijk aan ten grondslag ligt aan überhaupt met muziek bezig te zijn geraakt. Het is iets waar het allemaal mee begon. En daarom blijft het iets van een drang om dat te willen blijven doen. Maar ik voel me tegenwoordig heel vrij als ik een instrument speel. Want ik voel me geen pianist of drummer of vibrafonist. Ik voel me componist en daardoor voel ik me eigenlijk vrijer als pianist, drummer en vibrafonist. Jesse Passenier wint de Rogier van Otterlo Award 2017. Ja, die Rogier van Otterlo Award die heb ik in 2017 ontvangen. En dat heeft dat was natuurlijk heel fijn om die om dat respect te krijgen voor wat ik doe. Want dat is eigenlijk een prijs die gaat precies over wat ik doe. Die gaat heel erg over het leiden van een orkest. Het arrangeren en orchestreren voor een orkest. En dat soort zo'n project dus helemaal zelf leiden. En dat ja, dat heb ik gedaan met mijn Fluid Orchestra. En dat is mijn eigen projectorkest, waarbij het ook nog eens gaat over het mengen van stijlen. Want dat is Rogier van Otterlo is natuurlijk een bekende componist, arrangeur, dirigent van het Metropoolorkest. Die heel erg werkte met het mengen van populaire jazz en klassieke stijlen. En ook nog eens filmmuziek. En spreekt dus allemaal uit die prijs. En dat is heel fijn, want dat is precies waar ik naar zoek in mijn eigen projecten. Mijn Fluid Orchestra project is een project waarbij ik gezocht heb naar een mengvorm tussen jazz en klassiek. Dat is specifieker, want het is voor mij veel te breed als ik dat zo zeg. Jazz is eigenlijk het idioom uit de big band muziek. Zeg maar verwant aan Bob Brookmeyer of Vince Mendoza. En klassiek eigenlijk romantische, impressionistische muziek, maar ook wat hedendaagse, technisch wat hedendaagse dingen, zoals Ligeti, Bartok, die in hun, vooral in hun strijkkwartetmuziek, heel technische dingen hebben gevonden, die uiteindelijk voor ons componisten heel leuk zijn om mee te werken. Er zit ook een rode draad in het project, en dat dat het scènes zijn uit de natuur, waarmee ik dan ook samenwerk met een VJ, Anne Gentenaar. Waarbij we geprobeerd hebben om dus die natuurbeelden over te brengen, zowel met beeld als met muziek. Fringe Orchestra is een project waarbij ik samenwerk met Conservatorium Maastricht. En
daarbij zoek ik eigenlijk naar ook dat soort crossovers. Mijn eerste project is met DJ Scratcher. Met Carlo Nardozza op trompet en Reiner Witsel op saxofoon. En dan nog een extended big band daarachter. Ik heb een project met Limburg Jeugdorkest gedaan. Dat heet Nirvana Nevermind. Dat was voor harmonieorkest gearrangeerd met Storksky, met een rockduo. En daar hebben we dat project hebben we ook nog eens kunnen spelen in Paradiso Amsterdam. Limburg is voor mij de bakermat geworden van mijn muzikale ontwikkeling. Natuurlijk begon die in mijn thuisstadje Zutphen. Maar sinds 2007 ben ik hier gesetteld met mijn studie in eerste instantie. En nu nog steeds dus met het steeds meer geïntegreerd raken met allemaal projecten die ik hier uitvoer en produceer. Voor mij is Maastricht heel vruchtbaar omdat je van alles wel wat hebt, maar ook weer niet zoveel. En dat geeft weer de potentie om dus allerlei dingen te kunnen neerzetten die niet meteen een overvloed veroorzaken. Dus voor mij is dat een hele mooie kans eigenlijk.